horeca Perry van der Ree. Heel zijn leven in de horeca gezeten. Schets een beetje je loopbaan. Ja, het is met de paplepel ingegoten, zoals we dat wel eens zeggen. Mijn ouders die hebben een cafetaria ijssalon vanaf 1956 gehad. Tot 1978 zijn ze er even tussenuit gegaan. Ik was nog te jong. Toen kwam ik in de bowlingwereld terecht. Daar liggen dan eigenlijk mijn roots. En vanuit de bowlingwereld ben ik in 1993 eigenlijk weer teruggegaan waar mijn ouders gestopt zijn. Met een cafetaria in de Rembrandtlaan in Schiedam-West. Hadden jullie als kind in de gaten dat je vader en moeder een ander beroep hadden? Ja, natuurlijk. Het was dag en nacht werken. Zeker toen. Nu gaan de cafetaria's om 10 uur dicht. En vroeger was dat gewoon 2-3 uur s'nachts. Maar we zijn nooit wat tekort gekomen. We wisten niet beter. En er was een prachttijd in Schiedam-West. Ja. Ik heb je leren kennen in de Rembrandtlaan. Daar begon je voor jezelf. Wat is daarna allemaal gebeurd, Per? Ja, we zijn in 1993 begonnen in de Rembrandtlaan. Diverse verbouwingen. We groeiden uit ons jasje. Catering gingen we vanaf 1997 doen. Dat ging heel erg hard. Toen zijn we vanaf 2000 hebben we ook nog een zijsprong gedaan naar het centrum. We hebben ook nog een zaak gehad. Ten tijde van dat kochten we een brasserie in Noordwestpolder. Dat hebben we toen helemaal uitgebreid naar een evenementenlocatie. En in 2009 heb ik de Rembrandtlaan verkocht. Zijn we verder gegaan in de Noordwestpolder met de catering en dergelijke. Misschien had ik dat achteraf niet moeten doen, maar je maakt wel eens keuzes. En in 2010 hebben we ook nog een zijsprong gemaakt naar de Beatrixpark, het pannenkoekenhuis. Ja. Wat voor tip zou je jonge ondernemers willen meegeven wanneer ze voor het eerst voor zichzelf gaan werken? De grootste tip die ik kan geven, doe dat eigenlijk niet zoals ik heb gedaan. Dat je te grote stappen zou maken of moeten maken. Ik heb nergens spijt van. We hebben heel veel gedaan. We hebben een goede naam achtergelaten. Ik zou het zo weer doen. Alleen wel wat rustiger aan en wat meer tijd voor jezelf en gezin en dergelijke. Dat geef ik ze vooral mee. Doe dat rustig. Je zit op een andere locatie hier. Je zit bij SVV HBSS. Hoe is dat tot stand gekomen en hoe bevalt het hier? Ja, we gingen voor nood, huurden we tijdelijk de keuken van SVV Schiedam. Een hele grote keuken, onze eredivisie gespeeld hebben. Dat was eigenlijk voor nood, omdat we een pand uitgingen met de catering. En we zochten weer naar een pand. En toen kreeg ik de mogelijkheid om daar 3 maanden te gaan zitten. En toen raakte ik in contact eigenlijk met het project waar we nu in zitten. En dat vond ik zo leuk. En na diverse gesprekken met de gemeente en wethouders heb ik besloten om hier commercieel een ruimte te huren. Midden tussen de twee verenigingen. Daar doen wij alleen de keuken. Dus de barren doen de vrijwilligers zelf. Natuurlijk leunen ze wel eens op ons qua advies en dergelijke. Want we hebben natuurlijk alles gedaan in het verleden. Maar wij doen puur de keuken. Vooral in de weekenden. En daarnaast doen we hier vandaan thuisbezorging en de bedrijven. Want dat was een grote overstap. Je bent van de patat en de krokettenbakken overgegaan op cateren met maaltijden. Hoe is die stap verlopen? Ik weet nog goed dat ik met maaltijden in de Rembrandtlaan begon. En dat mijn vader slapeloze nacht had van waar begin je en hou het gewoon bij het frietje en het kroketje. Maar ik geloofde erin. Vooral toen ik het liet zien aan de mensen via Dia's. Was een van de eerste in Schiedam die daarmee werkte. Dat de mensen ook zeiden van nou wat krijgen we voor 8,50 gulden toen de tijd nog. Een flinke maaltijd. En toen ging het steeds harder lopen. En je zag eigenlijk dat dat harder ging lopen als het frietgedeelte. De tijden gingen veranderen. De mensen gingen natuurlijk ook veel meer naaste werk doen. Dus het was allemaal wat vluchtiger. En daar sprongen wij op in. Wat is de kracht op het ogenblik van jullie catering? Is het bijvoorbeeld bij iedereen bekend? We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren natuurlijk een klantenkring opgebouwd. Maar je merkt natuurlijk ook dat er een nieuwe generatie op komt. En daar moet je op inspelen. En met de locatie hier proberen we dicht bij de vereniging te staan, bij de jeugd. En je ziet dus dat die ons ook gaan ontdekken. We hebben dus geen aanrijfunctie. We zitten ook niet langs een weg. Dat is soms een nadeel. Maar ja, aan de andere kant kunnen we hier vandaan heel goed cateren naar buiten toe. De klant wil om 6 uur eten, besteld. Hoe moeilijk is het om het dan om 6 uur te bezorgen? Nou, daar zijn we eigenlijk 2-3 jaar geleden mee begonnen. Als men vroeger mij belde, joh, Per, kan je het brengen? Dan zei ik, joh, onder welke steen kom je vandaan? Daar ga ik echt niet aan beginnen. Maar ook wij moeten met onze tijd mee. En zijn we eigenlijk naast ons normale werk, naast het bedienen van de kantines en de catering, zijn we ook begonnen om dat op te zetten. Eigenlijk in de klantenkring die we hadden. Dus ook niet op thuis bezorgd en dergelijke. Met een eigen app en noem maar op. Dat is echt een hele kluif geweest. Dat is echt niet zo makkelijk. Dat doe je ook niet maar zo. En het is echt topsport om vanaf het moment van bestellen, binnen een uur in Schiedam, Vlaardingen, randje Rotterdam, om daar te staan. Dus dat betekent ook schakelen op het moment dat druk wordt. Mensen erbij halen die gaan rijden. En daar zijn we aardig in gelukt.
Ik mocht met Rob Hoppen bij de legendarische meneer Horsman werkte. En die zei tegen ons, een kop uiensoep moet over een jaar precies hetzelfde smaken. Hoe moeilijk is dat? Ja, nou ja, degenen die mij kennen weten dat ik niet zo gauw van een recept afstap. Ik hou van dat als je nu iets bestelt en over een week dat het hetzelfde is. En het moet ook bijna hetzelfde smaken, want het blijft natuurlijk handwerk. Ik verander niet zo gauw. Wat we wel tegenwoordig doen is wat nieuwe maaltijden erbij. Want je moet ook inspelen op vis en pizza en noem maar op. Ook vanwege die thuisbezorging. Zeg maar. Hoe leuk is het om nieuwe dingen te ontdekken, culinair gezien, in jouw keuken? Ze worden hier wel eens gek van me. Ik vind dat leuk. Elke week hebben we weer wat nieuws. Deze week bijvoorbeeld gaan we met kabeljauw beginnen. We hadden al schoolfilet, we hadden al kibbeling, inktvisringen enzovoort. Maar ik kreeg op een gegeven moment gevraagd naar kabeljauw. Dus die liggen al klaar om te testen en op Facebook te zetten. En ik zou je vertellen, ik vind dat gewoon leuk om te doen. Kijken hoe dat uitpakt. En ja, iedereen weet altijd dat ze op tv zien van je moet zo min mogelijk producten verkopen. Want anders gooi je een hoop weg. Wij pakken dat anders aan. Elke dag vers inkopen en dat lukt gewoon. Wat is het leuke van je werk, Per? Diversiteit, de spanning. Het is niet alleen eten klaarmaken, maar ook de organisatie eromheen om op tijd alles op locatie te krijgen met alle spullen. Dan ben ik heel anders als dat ik nu sta te praten. Dan is het echt topsport en dan ben ik ook niet de makkelijkste om mee te werken. Dat geef ik ook eerlijk. Je doet het samen met je vrouw, hè? Dat is een kunst apart, denk ik. Ja, ze houden het nog steeds uit bij mij. Maar ik zal je vertellen, mijn vrouw is eigenlijk ook door de corona het meest gedreven eigenlijk van kom op, we moeten door. Ook wij missen natuurlijk 70% van de omzet. Er zijn zaken die hebben helemaal niks, dus we mogen nog niet klagen. Maar dan is zij eigenlijk degene die mij drijft van joh, kom op, we zetten door. Ten slotte, hoe verleidelijk is het als het druk is om dan toch s'avonds even zelf een kroketje of een frikandelletje te bakken? Nou, ik ga je vertellen, in de corona ben ik wel een kilo of 8 zwaarder geworden. Ja, wie niet zou je zeggen. Maar het is bij mij elke dag een frietje en s'avonds een lekker prakkie. En dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven lang al. Verder roken en drink ik niet, dus wat dat gaat mag ik wel wat hebben. Mensen kunnen bestellen voor de kerstdagen? Ja, dat loopt nu volop. Ik merk nu dat nu er ook duidelijkheid is over de kerst, dat aardig gaat lopen allemaal. Maar we zeggen wel, vol is vol. Want je moet niet meer doen als dat je zelf kan. Plus dat er ook in ons bedrijf natuurlijk een aantal mensen thuis zitten. Omdat het gewoon minder werk is. En ja, als je dan op een gegeven moment weer extra moet schakelen, dat werkt niet. Ik wens jou en al je collega's heel fijne kerstdagen. Ja, dankjewel Jan. Eens gelijks.